Ja, natuurlijk, de stroom staat deze kant op, dus alles moet. Ja. En dit waren koperen koepels. En die waren natuurlijk groen uitgeslagen. Als koper gaat roesten, als het ware, dan wordt het groen. En ik vind het wel mooi dat ze in die toren dat groene accent nog hebben teruggebracht. Dat moet een beetje doen denken aan die oude Wilhelminakerk. En ik heb hier 12,5 jaar op het slachthuis gewerkt. Hij is daar verdeeld in kleine stukjes en in diverse musea in de wereld ligt een stukje. Maar op basis van digitale kopieën die ze van die stukjes allemaal gemaakt hebben, is in China deze kopie gemaakt. Nee. Dus het is een... Welke achtergrond? Waarom ligt hij hier? Ja, waarom staat er een een van de betere scholen en dat kan je voorzien aan het glaswerk wat er in die gevel verwerkt is. Ze hebben hier op school gezeten, maar ze heeft niks geleerd hoor. Nee? Omhoud. En als je naar Kraningen toe gaat, aan de Schravenweg, er staan ook nog een aantal panden die van Omhoud zijn. Water ter beschikking gesteld in die periode, dus de Krooswijkers konden hier een jerrykennetje water halen. Ja. Waren ze in bier? Ja. Deze vroeger toch? Ja, dit is wel leuk, want als je straks aan... Ik ga zeggen bier, maar wat flauw van Heineken. Dan konden we allemaal zo in de rij. En daar een biertje. En daar met water. Ja. En aan de voorkant, we lopen er straks langs, daar staat een beeldje. Een jongetje die met een kroes zo staat. Het bierdrinkertje. En dat is een beeldje wat uit dankbaarheid door de bevolking van Krooswijk is aangeboden aan Heineken. Hotel De Zon. Het begrip hotel moet je niet al te letterlijk nemen. Het is vanaf de jaren 50 is het een opvanghuis geweest. In het begin vooral voor verslaafde mannelijke bewoners. Boven de 40 jaar moesten ze ook zijn. Die konden hier een plekje vinden en die konden hier slapen. En later is het een wat bredere opvang geworden ook. Van drugsverslaafden.
staat, zat er ook eentje. Was er een. Ja, ja. Ook zo'n groot. Ja, zo groot. Ja, ja. En toen dacht ik altijd die jas van de baan. Vooraan in de Dit is, het is nu de achterkant van de kerkhof, maar dit is de oorspronkelijke hoofdingang van het kerkhof. Er werd op een gegeven moment besloten dat de doden niet meer in de kerken begraven mochten worden. Dus die werden begraven in begraafplaatsen rondom een kerk heen. Napoleon hier aan het bewind was in het begin van de 19e eeuw. Toen vaarde hij een zogenaamde Code Civiel uit. En daarin verbood hij ook om de doden binnen de stadsgrenzen te begraven. Want dat waren oorzaken van besmettingen, van cholera, van pest. En dat wilde hij niet. En dat wilde hij de stad uit hebben. De Krooswijk. Waar Krooswijk nu nog zijn naam aan te danken heeft. Alleen dat Krooswijk, dat werd geschreven met een K en niet met een C. Zoals we dat nu tegenwoordig doen. En daarvoor heeft daar nog vanuit de... Waarschijnlijk vanuit de Romeinse tijd een munttoren gestaan en die heette het Duifhuis. Maar dat huis de Krooswijk is aangekocht door de gemeente Rotterdam en dat hebben ze laten slopen om die begraafplaats te kunnen... We kunnen het niet meer vragen aan die piloot. Dat hij gedacht heeft van, die zag die Kranische plas glinsteren en die dacht, ik laat dat vliegtuig daarin storten en niet hier op die woonwijk. Maar toen we, op het schuttersveld, daar stond luchtafweergeschut, Duitse luchtafweergeschut. Oh, ja. En die gaven hem de genadeslag. Dokter de Boer heb ik meegemaakt die daar zat. Tussen vier kindertjes. En het pand wat daarnaast staat, dat is hetzelfde qua grootte zo'n beetje als dit pand. Dat was het pand waar de hoofdopzichter van het slachthuis woonde. Woonde gewoon op zijn werk. Dat er allemaal vlees zo tussen zat. En dat werd dan verhandeld hier in de keuken.